Radio Goed Zo Zo. De Vlaamse sitcom FC De Kampioenen is in Nederland lang niet zo populair als in haar eigen land. Toch zijn er een paar honderd fans van deze serie afkomstig uit het Koninkrijk der Nederlanden. Vandaag spreken wij dan ook met een van deze kampioenenfanaten, namelijk de 43-jarige Willem Wikkelmans uit Hendrik Ido Ambacht. Welkom Willem. Bedankt meneer Heijmans. Het is me een waar genoegen om hier in uw studio te mogen zijn. Oh, geen dank hoor. Noem me trouwens maar gewoon Kees en laten we gewoon lekker tutoyeren. Dat is goed. Willem, van de week is Johnny Voners, de acteur die Xavier Waterslager speelde in FC De Kampioenen, overleden aan kanker. Wat vind jij daarvan? Ik vind het uiteraard heel verdrietig. Xavier was mijn favoriete personage uit FC De Kampioenen. Toen het nieuws bij mij aankwam, heb ik na het verwerken meteen een dagschotel ingeschonken. Ter ere van Xavier. Een dagschotel? Wat bedoel je daarmee? Zo noemde Xavier altijd een biertje als hij die bij Pascal, de barvrouw van Café De Kampioen, bestelde. Pascalke, voor mijn dagschotel, riep hij altijd naar de vermoeiende voetbaltrainingen. Oh, op die manier. Zeg Willem, ben je al lang fan van FC De Kampioenen? Zeker weten, dat is juist. Ik was 13 jaar oud toen de serie begon op TV1. Destijds woonden mijn ouders, mijn zus en ik voor een paar jaar, pak een beet 4 jaar, in het mooie Belgische Leuven. Mijn vader had daar een baan bij een groot bedrijf, dus zodoende dat wij daar ook moesten wonen, van 1988 tot en met 1992 om precies te zijn. Goed, toen de serie voor het eerst werd uitgezonden op 6 oktober 1990, waren we toevallig met ons gezin aan het kijken. We vonden aflevering 1, de nieuwe truitjes, bijzonder leuk. Die week daarop zaten we meteen aan de buis gekluisterd voor aflevering 2. Die heette Koopjes. Ik was dus eigenlijk al vanaf het begin een fan van FC De Kampioenen te noemen. Zo, jij kent er veel details van. Natuurlijk ken ik er veel details van. Ik ken elke aflevering op mijn duimpje. Dat komt door mijn autisme. Oh, je hebt autisme? Inderdaad, ik heb autisme. Is dat niet goed dan? Nee, zeker niet hoor Willem. Wat? Dat vind ik echt stom van u meneer Heijmans. Ik ben diep in u teleurgesteld. Ik ben hier weg. Vertrokken. Gone with the wind. Tabé. Maar Willem, ik bedoel juist dat het wel goed is. Laat me niet lachen, dat zegt u nu. Doei. Je weet dat dit nu live is en dat dit alles te horen is door duizenden luisteraars. Hè, Willem? Willem? Nou, die is klaarblijkelijk met de noorderzon vertrokken. Goed, ik draai dan maar even een toepasselijke plaat om de tijd te doden tot het sportjournaal. Hier is Stippenlift met autisme.